30 juni is Please Rockers 2012. Met allemaal vette acts op het podium. En er is nog één plaatsje over. Op Mainstage voor een DJ. 60 DJ's gaven zich op. En na een aantal voorrondes zijn er nog twee van over. Arno en Berry. Van deze twee finalisten heeft genoeg talent in huis om die plek op Beats Rockers op Mainstage te winnen. Welkom in de nog lege Club Noah, maar dat zal straks helemaal anders zijn. Welkom bij de finale van Joey Presents, wie draait er op Beats Rockers. Mijn stijlen liggen van tech house tot house, progressive, dubstep, alles een beetje. House wat neigt naar electro en ik hou ook al van uitstapjes naar dubstep, moonbaton. Hip-hop. Als ik win, dan? Dan hoop ik dat het begin is van iets moois. Ik ben nog jong en ik hoop dat dat het begin is van een leuke carrière. Dat zou ik echt heel tof vinden. Hoop ik toch een stapje verder te komen. Ik hoop dat dit voor mij deuren gaat openen. Als ik draai, dan ga ik gewoon op in de muziek en probeer ik de mensen los te laten gaan. Ik zie het een beetje als zelf op stap gaan en ik mag bepalen wat voor muziek er komt. Dat vind ik gewoon vet. Ik wil op Beats Rockers draaien omdat het is gewoon een heel goed festival. Een gezellig sfeertje, mooie mensen. Ja, en daar wil ik gewoon mezelf laten zien tussen de grote namen. Ik wil winnen omdat ik de beste ben. Wat maakt deze twee, Arno en Berry, nou zo goed? Berry is gewoon heel open, draait leuke muziek, heel toegankelijk. En past er goed aan. Arno die kan heel goed, echt een eigen ding zeg maar. Een beetje progressive house, ja. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar hij is gewoon helemaal zichzelf zeg maar. Dat vind ik heel leuk om te zien zeg maar. Wie zit er in de jury? Onder andere Patrick Dijkstra. Hij is van P&2M, dat is een boekerskantoor. Dus hij kijkt heel erg naar, is de DJ interessant voor mijn kantoor? Hoe treedt hij op? Ja. En dan hebben we ook nog Willem de Vries, Omroep Friesland. Hij let heel veel op uitstraling, ook op techniek natuurlijk. En dan hebben we ook nog Ellen Diaz van de Fijne DJ School. Hij geeft les in hoe je DJ moet worden, zeg maar. Dus, hij weet natuurlijk als geen ander hoe je moet acteren als DJ. Dus, kortom, gewoon een kundige jury, zeg maar. Nou, je vriendin wens je meteen al succes. Klopt. Ja, nou, dat moet al een goed gevoel geven, denk ik. Ja, nu ga ik winnen. Ja. Heb je al een idee waar de jury nou precies op gaat letten? Platenkeus, techniek, uitstraling, ja, dat is het eigenlijk. En wat is nou jouw pluspunt van die dingen die jij hebt opgenoemd? Ik denk toch mijn techniek en mijn uitstraling. Uitstraling, nou dat ziet u thuis natuurlijk wel. Hey, heel veel succes en ik hoop dat je de jury bent in te pakken. Dankjewel. Succes man. Dankjewel. De beste van jullie twee? Ja, dat is lastig om te zeggen. Gemene vraag. Maar ja, Berry is volgens mij de man met ervaring. Ja, en ik moet zeggen. Lastig. Degene die een beetje de onderdakpositie denk ik meer. Omdat ik nog wat jonger ben misschien. Ja, want de zaal begint al steeds meer vol te lopen. Ja. Is dat een voordeel voor jou? Dat denk ik wel. Als eerste begin is het altijd lastig. Als tweede heb je toch altijd wat meer. Zijn de mooie mensen wel een beetje warm, krijgen er al zin in. Ja, ik ook. En dat probeer ik die lijn graag gewoon doortrekken. Daar hoop ik een voordeel mee. Ja, ging perfect. Ja? Ja, ging lekker. Ja, waren er geen dingen waarvan je denkt, nou, daar had ik toch wel even iets beter kunnen doen? Nou, ik had er misschien iets sneller door kunnen mixen bij bepaalde platen, maar ik ben zeer tevreden. Nou, de vraag is natuurlijk, denk je dat de jury dat heeft gehoord? Uiteraard. Het is een technisch hele goede jury, dus dat hebben ze vast al gehoord. Ja. Ja, zeg je dat omdat jij al die rondes al hebt gehaald, of vind je ook dat het echt een goede jury is? Nee, dat vind ik echt. Dat meen ik serieus. Ja, serieus. Heb je ook een favoriet jurylid? Iemand die jij continu een beetje inpakt? Ja, dat is toch wel Willem. Ja, waarom? Ja, van Omroep Friesland, hè? Ja? Ja? Oh, dat is vanwege de media natuurlijk. Ja, tuurlijk, daarom. Ja, en daarom ben je ook zo goed bevriend met ons. Ja, daarom. Ja, het is een boef voor, dames en heren. Hou hem in de gaten. Hé, hey, is dit de winnende set geweest? Ik denk het wel.
Ah, ik weet al zeker. Ja? Natuurlijk, ja, pak hem. Nou ja, laten we het zo zeggen, fingers crossed. En wie weet gaan we deze man dus wel terugzien zometeen op Beach Rocker. Zometeen de uitslag. Kun je ons een korte line-up geven? Als de hoofdliner, zeg maar, de Body Squad. Wie kent ze eigenlijk niet? En Gregor Salto, Billy de Klit. Vieze jongens zoals Daniel Mabius, Stef de Campo. Eigenlijk alle leuke jongens, zeg maar, uit de omgeving. Plus een aantal leuke bekende DJ's. Maak je ook in muziek een verschil? Ja, qua stijl zeker. Het is wat iets pittiger, denk ik. Oké. Okay. Ik wel zeker. Hebben ze daarom Berry als eerste geplaatst en jou wat later? Nee, het is echt gewoon geloot en het is gewoon super eerlijk verlopen. Maar het is gewoon meer qua stijl. Ja, dus net was te zoeken. Oké. Okay. Hey, ik wens je onwijs veel succes, man. Thanks, man. Het zit erop. Je eerste set, of eigenlijk de final set, ja. Was dit een winnende set? Ja, heb ik mijn best voor gedaan. Of het ook genoeg is, we zullen het zien. Ik heb mijn best gedaan. Maar ben je wel tevreden over hoe het ging? Ja, eigenlijk wel. Het is onbekend terrein. Ja, dat is toch altijd even aftasten wat er gaat gebeuren. Maar ja, daar moet je op in kunnen gaan. En het is gelukt zoals ik het een beetje in mijn hoofd had. Heb jij meer geluk dat je het niet als eerste hoeft? Voor mijn stijl wel. Kijk, ik draai ietsjes harder en het is iets lastiger om de opbouwen te beginnen. Dus. Heeft de jury het moeilijk? Laat ik het zo vragen. Ik denk zeker dat de jury het moeilijk heeft. We staan hier bijna niet voor niks, lijkt mij. Nee, ja, het is een beetje wat willen ze. Wat spreekt er het meest aan voor het festival? Ben jij klaar voor Mainstage? Sowieso. Ja, ik denk het wel. Nou, nog heel even geduld en dan weten we het. Of Arno of dus Berry. Dat plaats nemen op Mainstage 30 juni tijdens Beach Rockers 2012. Mijn mening is dat Berry het beter opbouwt. Deze jongen begon gelijk met de boom 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 en dat van Berry was wat beter opgebouwd. Dus als u nou in de jury zou zitten, dan zou Berry natuurlijk winnen. Ja, natuurlijk een logisch antwoord op een vrij stomme vraag. Ja. Ja. Wie vind je beter, Berry of Arno? Arno. Ja, hoezo? Die draait niet zo ruiger. Dat zie je natuurlijk wel. Jij bent van het wat ruigere werk. Ja, ik ben van het ruigere werk. jij bent gewoon voor Berry. Absoluut, absoluut. Wat maakt hem nou zo goed, behalve dat het je vriend is? Ja, gewoon sowieso. Ten eerste zijn uitstraling. Als hij daar staat, dan staat er ook echt wat. Hij heeft echt gewoon de rockster uitstraling, vind ik dan. En dat zoek je tegenwoordig toch wel een beetje in een DJ. Ja, dat is even schrikken. Hey, ja. Wat vind jij van deze DJ? Ja, ik ben hier nog niet zo lang, maar... Jij zit te kijken, is er überhaupt een DJ of staat er gewoon een cd'tje aan? Nee, dat vraag ik helemaal niet aan. Wat maakt hem zo vernieuwend? Ik heb echt heel veel nummers, heb ik echt nog niet gehoord. En wat je altijd hoort, het begint gewoon even saai te worden. Dit is echt nieuws, leuk. Ze zegt niet dat ze heel veel nummers nog niet heeft gehoord. Wat vind je van deze DJ? Ja, te gek. Lekker knallen. Ja. Vond je hem beter of juist slechter dan de vorige? Ja, dit is meer mijn stijl. De andere was een beetje steady. En dit is gewoon lekker knallen, lekker springen, lekker losgaan. Jij stond vandaag voor de kast en jij dacht... Laat ik anders even een te grote broek aantrekken. Die te grote broek was mij nog niet opgevallen, moet ik zeggen. Ja, mijn moeder zei al, is het niet een beetje te ordy? Ik zeg, mam, kan wel. Te wat? Is het niet een beetje te ordy? Hoe heet je moeder? Joke, dit mag zij vaker aantrekken. Dat is geen enkel probleem. Ja. Nou, ik blijf nog even naar staan kijken. Ja, volgens mij zijn we uitgesproken, hè? Ik sta met mijn mond vol tanden. Ik sta met mijn mond vol tanden. Ja. Nou, we moeten nu stoppen. Want anders dan gaat mijn vriendin hier nooit mee akkoord dat ik hier zo lang blijf staan. Ja, je krijgt te warm van het licht. Ja. Ja, ik zou het uittrekken als ik jou was. Nee, dat kunnen we niet doen. Hallo. Hallo. Ik heb echt een hele vervelende baan. Zit die ook niet thuis?
eerste reis vanavond. Ze hebben beide heel goed gedaan. Maar er kan maar één draai op Beachwaters Festival op 30 juli 2012. Het onderlaten dat hier ziet, dat het Beach en Eura. Zodat ik dit maak, jongens. Zijn jullie klaar voor? Ja? DJ Duty Penny gaat naar Peacemakers! En nu ben je natuurlijk de grote winnaar. Ja. Dat betekent dat je op Mainstage staat. Ja, heel vet. Een van de organisatoren is Gerrit, ook wel Praia del Sol. Ben jij er blij mee? Ja, ik heb hem al een keer horen draaien. En ik had meteen al zo'n idee van, ja, die kunnen er wel bij hebben. En waar ik ook al een beetje van, I know. Maar wat ik het mooie vond aan Barry was, zeg maar, dat hij echt naar de jury heeft geluisterd. De jury heeft per editie, per voorronde, wat tips gegeven. En nou ja, vanavond konden we echt horen dat er ook iets mee heeft gedaan, zeg maar. Dat vond ik wel heel goed. Wat waren de tips? Want dan weten wij dat ook. Nou, zeg maar, Barry had in het begin nog een beetje dat hij de switch maakte van rustige house naar iets steviger house. Dat het heel erg, opeens bam was, zeg maar. En nu was het wat geleidelijker. En had hij die mooie opbouwende lijn, zeg maar. En dat was echt top. Dus ik denk dat de jury daar ook... Min of meer hem voor heeft gekozen, zeg maar, dat hij daar naar heeft geluisterd. Ja, maar dat is wel fijn, denk ik, dat je als organisator of een van de organisatoren ook wel blij bent met zo'n gast die straks op Mainstage staat. Ja, zeker. Ik weet zeker dat als hij net zo draait als vanavond, dan gaat hij het echt supergoed doen. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, jij bent natuurlijk ook super blij, want je hebt gewonnen. Uiteraard. Ja, het was een makkelijk setje natuurlijk. Ja, het was een... Nee. Heb jij echt serieus lopen zweten voor deze set? Ja, echt. Serieus. Alsof je leven ervan afhing. Ja, zeker. Maar zo moet het toch ook. Nou, wij spraken elkaar voordat de camera al aanging. En toen zei jij, ja, ik ben al 10 jaar bezig. Het zou echt een mooi moment zijn. Nou, herhaal het maar. Ja, dat klopt. Om nou eens eindelijk een keer wat verder te komen. Ja. En jij ziet dit natuurlijk wel als een soort opstap. Ja, dit is zeker een opstapje. Ja, absoluut. Maar wat zou er kunnen gebeuren na jouw Mainstage optreden? Ik hoop dat er gewoon meer boekingen bij andere clubs wegkomen. En dat ik gewoon, gewoon vaker geboekt word. Ja. Ja, het is zeker wel een goede tool voor je carrière. We hebben gezien aan de jongens die vorig jaar gewonnen hebben. Ja, die draaien nu ook overal in Friesland en omstreken. Dus het is zeker wel een upgrade voor je carrière. Hey Barry, heel veel succes jongen en onwijs gefeliciteerd. En ga lekker rocken op Beatrockers. Ja, dat komt helemaal goed. Wat een mooi feestje. Het allermooiste feestje.